dit is dus het begin geweest, 22 jaar geleden. En ik vond, ja, wat is er nou bijzonderder dan dat je als leerling iets mag maken wat er gewoon je hele rest van je leven nog is. En iets wat ook in de openbare ruimte, wat iedereen kan zien en waar je altijd even naartoe terug kan gaan en kan zeggen, kijk, die heb ik toen gemaakt. Als een ketting, als een snoer. En daardoor heb ik een gedicht genomen en heeft ieder kind één letter moeten maken. Eén letter of een witte steen die tussen de letters zat. En naast die letter dus de mogelijkheid om iets persoonlijks te maken wat hier als één tweede laag doorheen gaat. En we hebben met ontzettend veel plezier hebben we daaraan gewerkt en enorm geteld of we wel genoeg ennen hadden en of we niet een e te veel of een e te weinig hadden. Nou, als je in je lokaal zit en je kijkt naar buiten, wat denk je dan? Wat denk je aan dit gedicht wat we hier dus aan de binnenkant hebben gezet? Waarom doe ik eigenlijk mee? De chimpansee doet niet mee. Waarom doet de chimpansee niet mee? De chimpansee is ziek van de zee. Er gaat zoveel water in de zee. Het gedicht staat verder. Lees het een keertje, want uit je raam zie je dat. En het mooie idee van mijn vader was dat je niet bij zo'n school, wat dan gevraagd is, hekken. We moeten het afsluiten, gevaarlijk. Mensen komen binnen. Nee, we maken geen hekken. We maken een muurtje. Een muurtje waarop je gewoon je boterhammetje kan eten. Waarop je even kan zitten als de zon schijnt. En dat is, dat is in plaats van een hek hier gekomen, die muur. Denk. Denk vrij, denk wild, denk alles wat je denken kan. Het was het idee van je hebt witte steentjes en je hebt zwarte steentjes. En je gaat eerst je eigen ding leggen. En nou, je ziet in de rest van de beelden hoe moeilijk het was om dit precies erin te leggen. Kinderen die zwart-wit, zwart-wit. Nee, dan is het geen letter. Zie je, dit is een M. Ja. En hier ben je vrij. Dit is ook gevuld met dingen die mensen zelf meenamen, een sleutel of een speciaal iets wat een betekenis heeft. Er zit een urn in van iemand, er zitten van allerlei verhalen in. Er zit ook in de cement, opgeborgen voor de eeuwigheid, een aantal brieven. Een koker met een hele rol brieven. Ik vind het een uitdaging dat je dus eigenlijk weer zo'n project zou moeten maken, want de kinderen die dit gemaakt hebben, die zijn inmiddels 40, 37, 40, ja. Die leerlingen hier hebben fantastisch gemozaïekt en we hebben echt daar heel hard aan gewerkt. En het is nu, het blijft iets waar je met plezier langs fietst. Geef aan allemaal, geef alles wat je geven kan en hou je hart erbij. Geef alles wat je geven kan, dat kan niemand zoals jij.